Het Rode Kruis heeft gisteren hygiënepakketjes geschonken aan verschillende bejaardentehuizen in Paramaribo, Wanica en Kommewijnen. Dit ter herdenking van Rode Kruisdag op 8 mei. Deze dag is de geboortedag van Henri Dunant, de grondlegger van het Rode Kruis wereldwijd. Enkele van de bejaardentehuizen die de pakketten hebben ontvangen zijn Huizen Betaliada, Huizen Hoekstra, het Fatima-oord, Huizen Margriet en Huizen Asiana. Bij de overhandiging van de pakketten werden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Goedemorgen, wij zijn van het Surinaams Rode Kruis. En vandaag is Wereld Rode Kruisdag, de geboortedag van de oprichter van het Rode Kruis. En in het kader daarvan hebben wij van het Surinaams Rode Kruis besloten om enkele instellingen te gedenken waarbij we in deze COVID-periode de mensen willen laten weten van we denken aan jullie, we weten dat jullie er zijn en samen gaan we eruit komen. We hebben zo'n pakketje samengesteld met sanitizers, dus voor uw medewerkers, handschoenen, maskers in geval iemand symptomen vertoont en dergelijke. En ook voor de mensen zelf. En voor de bewoners hebben we zo'n kaartje met een tekst door de vrijwilligers geschreven. Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht. We komen er samen uit. En in verband met de situatie hebben we ook nog een zeepje erbij gezet van een Surinaamse ondernemer die we natuurlijk ook wel ondersteunen. Dat de mensen dus kunnen gebruiken. En we zijn heel erg blij dat we als Surinaams Rode Kruis deze giften mogen doen aan jullie. En dat de mensen er weten, dit is het Rode Kruis, dit is wie we zijn en we zijn er voor u allen. Er is dankbaar gereageerd op de geschenken. Vanwege de coronacrisis ontvangen de bewoners van de bejaardentehuizen heel weinig bezoek. Helaas kunnen we ook niet boven gaan bij onze bewoners hoor. Omdat we eigenlijk ook de protocollen bijhouden wat eigenlijk alles, voorschriften voor onze bewoners dat we geen bezoekers niet toelaten. En, nee, dat begrijpen we helemaal en dat is ook de reden waarom we die kaartjes hebben met een persoonlijk bericht, omdat we weten dat de mensen nu minder bezoek krijgen en dergelijke. En dat ze maar gewoon weten van, er zijn wel mensen die aan je denken, dat mensen COVID gaat ons niet apart komen maken, ook in deze tijd niet. Dat was een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. De organisatie heeft gisteren hygiënepakketten geschonken aan verschillende bejaardentehuizen in Paramaribo, Wanica en Kommewijnen.